ben werkzaam hier op het laboratorium van de afdeling bacteriologie in het UMC Utrecht. En naast mijn labwerkzaamheden ben ik eigenlijk arbeid, milieu en contactpersoon hier op de afdeling. En hou me dus ook bezig met de veiligheid op het laboratorium. Omdat we eigenlijk met een behoorlijk aantal gevaarlijke stoffen hier werken op het laboratorium, wilde ik graag eigenlijk voor de analisten het een beetje duidelijk en overzichtelijk maken wat nou eigenlijk te doen bij de verschillende gevaarlijke stoffen. En dan voornamelijk eigenlijk als er echt een calamiteit gebeurt, dus als er per ongeluk een flesstuk valt op de grond. Hier in het UMC is er een databank voor gevaarlijke stoffen. Daar kan je in principe alle gevaarsinformatie van de stoffen terugvinden. Deze is gewoon digitaal in te zien. Alleen als er dus calamiteiten zijn, is het niet echt handig om meteen of nog helemaal je computer te moeten opstarten om vervolgens de stof op te zoeken en te gaan kijken van wat moeten we nu eigenlijk doen. En om dat dus te vereenvoudigen, hebben we dus gekozen om te werken met de kleurenstickers, zodat we eigenlijk meteen op het moment dat de calamiteit plaatsvindt, meteen kunnen zien wat voor actie we moeten ondernemen. Hier op het laboratorium werken we eigenlijk alleen met rode stickers. Die gebruiken we dus als er op het lab echt direct ontruimd moet worden en iedereen dus meteen het lab af moet. Je kan ook nog kiezen voor een blauwe sticker en die kan je dan gebruiken op het moment dat je niet meteen het lab hoeft te ontruimen, maar dat je het niet zelf mag opruimen. De derde categorie is dan geen sticker en op het moment dat, dat er geen sticker op de dop zit, mag je het zelf opruimen. Zo blijkt maar weer, veilig werken met gevaarlijke stoffen, dat is een kwestie van gezond verstand.